Dat is de medaille van mijn 1500 meter van zondag, die ik gewonnen heb in die recordtijd. Dat is de medaille van vier uur later van de 5000 meter, waar ik dat ook gewonnen heb, maar dan niet in een recordtijd. Zondag won Herman Peters twee medailles op de Belgische Masters, het Belgisch kampioenschap voor atleten boven de 35 jaar. De atleten strijden er in leeftijdscategorieën van 5 jaar tegen elkaar. Herman liep in de categorie van 75 tot 79 jaar. Hij is dan ook al een tijdje bezig. Van mijn 18 jaar loop ik en ik heb al een hele carrière gemaakt gehad. Dus meer dan al 50 jaar zeker, hè, dat ik aan het lopen ben. En progressief ben ik omhoog gegaan. Want in het begin dan was ik maar een echte meeloper. Het is maar van als ik master geworden ben dat ik begin een uitblinken zijn. Met een tijd van 5 minuten, 54 seconden en 74 honderdste verbeterde Herman in zijn leeftijdscategorie het record op de 1500 meter. Een record dat nota bene al 19 jaar op de tabellen stond. Vraag is wel of zo'n inspanning op die leeftijd nog verantwoord is. Volgens dat schijnt is het niet gevaarlijk, want ik heb onlangs nog mijn hart laten testen en dat is nog allemaal prima in orde. Dus als je niet overdrijft, als je geen doping neemt, dan kunt je het nog lang volhouden, denk ik.